Op de grens van Nederland, vlakbij Antwerpen, ligt aan de zuidelijke oever van de Westerschelde het verdronken land van Saaftingen. Vanuit de lucht heeft het wel iets van een groots abstract kunstwerk. In werkelijkheid is het een uniek natuurgebied, het grootste getijde brakwatermoeras van Europa. Het gebied heeft een Europese status in het Natura 2000-netwerk. De vogelbevolking is kenmerkend voor uitgestrekte buitendijkse gebieden. Het bijna eindeloos lijkende Schor is één grote brakke wildernis met een unieke flora en fauna. Dankzij de werking van eb en vloed kunnen bodemvormende processen er ongehinderd hun gang gaan. Twee keer per 25 uur lopen de kreken vol Westerscheldewater. Door de schurende en boetserende werking van zand en klei ontstond een uitgebalanceerd natuurlijk irrigatiesysteem. Nooit te veel, nooit te weinig. Plant en dier profiteren ervan. Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert het gebied sinds 1975. Jaarlijks worden 12.000 bezoekers onder leiding van ervaren gidsen rondgeleid. Die begeleiding is noodzakelijk. De kreken kunnen in minder dan 2 uur geheel vol water lopen. En in de wirwar daarvan kun je makkelijk verdwalen. Schoolkinderen, maar ook ouderen, zowel uit België als uit Nederland, komen graag naar Saaftingen voor een bijzonder avontuur. In de herfst weten grote groepen friesganzen het verdronken land feilloos te vinden. De ganzen eten graag mals gras, maar de knolletjes van de zeebies zijn ook in trek. Met hun robuuste snavels graven ze de knolletjes uit de grond. Soms spoelen ze bloot en liggen ze aan de oppervlakte van het slik. Omdat het gebied wordt opengehouden, komen er allerlei vogels fourageren. Vooral in het broedseizoen, als er kuikens zijn. De turenlier is luidruchtig. Bijna 10% van de Nederlandse populatie broedt in Saaftingen. Vroeger werd het gebied opengehouden door schapen. De vluchtbergen herinneren daar nog aan. Ze werden opgeworpen door herders die bij hoge vloeden een veilig heenkomen zochten. Soms werden er schapenstallen opgebouwd. Diep in het gebied is nog steeds een schaapskooi te vinden. Er heerst een geheimzinnige sfeer. Wie binnenkomt ruikt de geur van potten en pannen uit grootmoeders tijd. Slechts jagers en herders waagden zich vroeger zo ver in het gebied. In de ruigte doemt opeens een brug op, die ons meeneemt naar een lang vervlogen tijd toen bruine zeilschepen het rijige water van de Westerschelde doorkliefden. En de Westerschelde is een belangrijke levensader voor de economie. Groot is het contrast tussen het ongerepte natuurgebied en de talloze vrachtschepen die dagelijks Antwerpen aandoen. Elke 5 minuten komt er een schip voorbij. Ze kunnen bij calamiteiten een bedreiging vormen voor het hele ecosysteem. En overal zijn de vogels. In het winterse riet hoor je de baardmeisjes met hun luidruchtig gepinkel. Handig klimmen ze in de pluimen om de rietzaadjes te bemachtigen. Kluten scharrelen in de eenzaamheid hun kostje bij elkaar. Een wateral waagt zich, door honger gedreven, buiten de rietwildernis. Een watersnip vist met zijn lange snavel handig wormpjes uit de duistere slikbodem.
Groenpootruiters maken gracieuze bewegingen bij het voedsel zoeken. Een oeverloper speurt de waterlijn af. En zo heeft elke vogel zijn eigen karakteristiek. Voedsel biedt het uitgestrekte verdronken land volop. De selderij bijvoorbeeld met haar zaadjes die op kleine nootjes lijken. Ze groeit meestal aan de randen van een biezenveld. Selderij is kenmerkend voor brakke gebieden. Vroeger was deze plant heel algemeen in West-Nederland. Tegenwoordig is ze zeldzaam geworden, maar niettemin karakteristiek. Wanneer het zaad aanspoelt op de hoger gelegen delen zoals dijken, zijn de vratertjes en de sneeuwgorsen er snel bij. Deze wintergasten hebben hun broedgebied in het hoge noorden. Helaas zijn ook zij zeldzaam geworden, maar ze komen nog steeds, zij het schaars, in Saaftingen voor. De schapen in Saaftingen zijn nu grotendeels vervangen door runderen vanwege het beheersgemak. Runderen zijn zelfstandige dieren en gaan zonder herder het schor in. Smieten zijn typische graseters en dragen aan de begrazing hun steentje bij. Het is de talrijkste doortrekker en wintergast. Ze millimeteren het gras voordat ze in maart en april naar hun broedgebieden in Siberië vertrekken. Hoog op de begraasde, zandige kreekruggen komt een bijzondere plantengroei tot ontwikkeling. De grens van zout en zoet wordt gemarkeerd door het fraai duizend gulden kruid. De Zilte Rus houdt ook van dergelijke overgangen. En niet te vergeten de zeealsem. Zij groeit wat hoger op de kreekruggen. Fraai lichtgrijs steekt ze af tegen de felgroene tinten van andere planten. Zeealsem is onmisbaar voor de bereiding van een zogenaamde heksenborrel. De zilte en de gerande schijnspurries zijn overal wel te vinden. Als het vloed wordt, vouwt het bloempje haar blaadjes samen tot een luchtkamertje en houdt daarmee haar voorplantingsorganen, de meeldraden met stuifmeel en stamper, droog. Zeekraal is een chemisch wonder. Als enige plant in de wereld slaat ze zout op in haar weefsel. De bergeenden in Saaftingen fourageren op een wel heel bijzondere plant. Eigenlijk is het geen plant en ook geen wier, maar iets daartussenin, kiezelwier. Het is als een glibberige bruine massa aan de oppervlakte van het slik zichtbaar. Bergeenden slobberen in mooie bewegingen de bodem af. Carla, een gids van het verdronken land van Saaftingen, weet nog meer te vertellen over het leven in de slikbodem. Ja, dat zijn de gaatjes van de vorkspriet-garnaal, of de slijkgarnaal, zo wordt die ook wel genoemd. En dat zijn piepkleine garnaaltjes van een paar millimeter groot. En die garnaaltjes die graven als het ware een U-vormig gangetje in het slik. In de winter zijn die gangetjes wat dieper dan in de zomer. Want dan willen die garnaaltjes zichzelf natuurlijk beschermen tegen de kou en tegen de vorst. En als het laag water is, net als nu, dan hoor je vanuit die gaatjes, dan ontsnapt er lucht uit die holletjes. Dan hoor je zo'n borrelend geluid. Als we heel stil zijn, dan hoor je dat geluid ook naar boven komen. En dan is dat de lucht die uit die holletjes ontsnapt. Er zitten zo'n 10.000 van die vorksprietgarnaaltjes per vierkante meter hier in het slik. En die vorksprietgarnaaltjes die zijn een hele belangrijke voedselbron voor de vele vogels die hier leven.
Het beheer van Saaftingen is gebaseerd op gegevens over planten en dieren. De beheerders leggen moeizame tochten af om de plantengroei in kaart te brengen. Plantje voor plantje wordt genoteerd. Als er veranderingen in het gebied plaatsvinden, wordt het beheer zo nodig bijgestuurd. Voor het onderwaterleven gelden dezelfde regels. Allerlei visvangsttechnieken worden toegepast om het onderwaterleven zo goed mogelijk te leren kennen. Ja, want dan zou ik zeggen, van niet terug. Het zijn geen gemakkelijke operaties. Blazen komen snel vast te zitten in de natte, zompige kleibodem. Maar toch is er elke keer weer de opwinding over de vangst. Huh? Helemaal zacht, helemaal verveld net. Kan dat? Helemaal verveld. Dat doen we zo meteen. Die leeft op de bodem en die pakt al alles wat hij te pakken krijgt. Nee, die kan mee. Moet er wel blijven leven, hè? Oh, ja. Vaak is het overwerk en in de avonduren wordt veel tijd gestoken in het determineren van de vondsten. Aan de Westerscheldezijde van het verdronken land kan het ruig tekeer gaan. Vaak vindt er afslag van het schorp plaats en op andere plaatsen is er juist opbouw. Interessant is het blootspoelen van een oude veendijk. Het is het materiaal waar vroeger de dijken mee werden gebouwd. Mark Buijzen heeft veel onderzoek gedaan naar alle historische vondsten en weet er veel over te vertellen. Vuurtorens, ja, geen lichttorens heten, maar vuurtorens. En ja, er zijn een paar. Eén is heel oud, denkt men, want dat is een ronde. Die hebben we daarnet gezien. Die is opgebouwd uit kloostermoppen. Waarschijnlijk wel natuurlijk recuperatiemateriaal van een tijd daarvoor. En ja, waar we nu ongeveer staan, dat is een recentere, want die ligt ook ruim 60, 70 centimeter hoger. En dat was weer een heel ander soort bouwsel. Dat was weer vierkant met een mooi plavuizenvloertje. En dan is er zelfs nog een derde geweest, maar ja, die is helemaal verdwenen. En dat was met bakstenen helemaal opgebouwd, maar ook met een bakstenen vloertje. In de middeleeuwen was Saaftingen een vruchtbaar polderland. De Allerheilige Vloed in 1570 maakte korte metten met de heerlijkheid Saaftingen. Alles spoelde weg, behalve het dorpje Saaftingen. In de Tachtigjarige Oorlog werd de polder tijdens de gevechten met de Spaanse soldaten aan het water prijsgegeven. De veendijken herinneren daar nog. Er vindt heel veel onderzoek plaats naar vogels die Saaftingen buiten de broedtijd bezoeken. Natuurlijk geeft dat veel inzicht in vogeltrekbewegingen, maar wat belangrijker is, het laat ook zien welke rol Saaftingen voor allerlei soorten vervult. Gepassioneerd kunnen de onderzoekers daarover vertellen. Het onderzoek wordt voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers. Daar kan je het onderscheid krijgen tussen kleine karakieten en bosrietzangers. Alleen die zijn nu al voorbij, die zijn nu niet meer vangen. En we kijken of het een oud beest is of een beest van 30 jaar. Nou, die heeft een pracht van een verenkleed. En dat betekent dat hij 30 jaar geboren is. En dan wordt hij gewogen en dan mag hij weg. Hartstikke mooi zeg. Onder de bewoners van het riet zagen we al de baardmeisjes. Een rietzanger laat van zich horen. In Saaftingen broeden heel veel soorten rietvogels. In de meer open delen nestelt de gele kwikstaart. In mei legt ze haar eitjes en in augustus gaat de trek alweer naar het zuiden. De populaties van de gele kwikstaart hebben erg te lijden onder de moderne landbouw. Het verdronken land van Saaftingen biedt een goed onderdak voor de gele kwikken. Dat geldt voor veel vogels die in de rest van Europa achteruit gaan en het in Saaftingen goed doen.
hoewel ook hier achteruitgang optreedt. De graspieper is hier een voorbeeld van. In de herfst krijgen we bezoek uit het hoge noorden. De oeverpiepers zijn beduidend grijzer en donkerder dan de graspiepers en overwinteren met ongeveer 6000 exemplaren. Het broedseizoen wordt gekenmerkt door tal van soorten. De meeuwen en visdieven hebben het druk met het grootbrengen van hun kroost. In augustus is het tijd voor de grote trek naar het zuiden. De tocht is echter vol gevaren. Roofvogels, zware weersomstandigheden en allerlei andere ongemakken treffen de reizigers. Voor de kleine zilverreiger en de lepelaar is er in de kreken voldoende te vissen. Vaak fourageren de lepelaars gezellig samen. Ze hebben profijt van elkaar bij het opjagen van hun prooidiertjes. Maar ook zilverreigers beheersen de techniek van het groepsvissen. Ze trillen daarbij met hun felgele tenen in het water. Als de bonte strandlopers verschijnen, wordt het echt herfst. De zeeaster komt in bloei. De geur en de sfeer in het gebied is opwindend. Het gonst van de insecten. De kleine vos, de gehakkelde aurelia en nog meer vlinders. Zweefvliegen als deze blinde bij worden ook aangetrokken door de opwindende geur. Echt bijzonder zijn de schorzijdebijen. Zij zijn echte schorspecialisten. Ze nestelen op de hoge zandige kreekoeverwallen. Het hele jaar hebben ze erover gedaan om hun voortplantingscyclus te volbrengen. Eerst komen de mannetjes uit hun broedcellen gekropen, waarna ze meteen gaan vechten om de vrouwtjes. Maar al snel komen ook de vrouwtjes uit hun ondergrondse verblijf. En dan gaat de schorzijde bij het schor op om zeeasterstuifmeel te verzamelen, waarmee zij de nieuwe nestcellen bevoorraadt. Maar het is oppassen. De schorvultbij, een parasitaire bij, heeft het voorzien op het nest van de schorzijdebij. Ze legt haar eitjes stiekem in het nest van de gastvrouw als ze even van huis is. Dazen zijn stekende insecten die zich vooral ophouden rond de dieren die in Saaftingen grazen. De larven groeien op in de modderpoelen en plaatsen waar het vee oversteekt. Zo zijn ze altijd verzekerd van contact met de gastheer. Het is helaas niet zo'n vriendelijke relatie. De vrouwtjes zuigen bloed voor een goede eierproductie. Ook schorpbezoekers kunnen er last van hebben. Dazen hebben bijzonder gekleurde ogen. Alles wat op het schor leeft is op de een of andere manier specialist. In de piepkleine kokertjes van de kokermotten huizen de larfjes. Zij zijn vaak in de herfst te zien op de Zilte Rus. Hoogwater vormt geen probleem voor deze diertjes. In hun kokertje houden ze gewoon een luchtbelletje vast om adem te halen. Tussen de schorre planten op het wier kruipen minuscule donkere kleine spikkeltjes. Opgezwollen brakwaterhoorntjes, minislakjes van vaak nog geen 2 mm groot. Op een vierkante centimeter kunnen wel 10 slakjes voedsel zoeken. Ze vormen belangrijk voedsel voor de oeverpieper. Een brakwaterpissebedje, ook niet veel groter dan het brakwaterhoorntje, is geheimzinnig. Voor deze porseleinhoen is het oppassen als de sporen van de vos in het slik staan afgedrukt. Maar voor hem niet alleen. De vossenstand zorgt ervoor dat maar een klein deel van de grauwe ganzen jongen krijgt.
Het is genieten in de zilte atmosfeer. De grijze en de gewone zeehond leiden er hun ongestoord bestaan. Dan is het tijd voor de meeste ganzen om weer te vertrekken. Samen met hun jongen gaan ze op weg naar het hoge noorden. Een herinnering achterlatend aan een bijzonder en uniek gebied. Stichting Het Zeeuwse Landschap doet er alles aan om het natuurlijk erfgoed van het verdronken land van Saaftingen te behouden en verder te ontwikkelen.